Goeiedag allemaal. Ik heb hier in mijn handen het boek Wat ruimt er op stoep? En het is een verhaal over Thomas. En die gaat rijmend onderweg naar zijn oma met een cadeau. En wat is rijmen? Dat zijn woorden die net zo klinken als een ander woord. Zeg maar neus, reus, muis, huis. En in dit boek rijmen de woorden net even wat anders. Zal ik een stukje voorlezen? Ik ga beginnen. Vandaag wordt oma heel veel jaar. Thomas heeft zijn cadeau al klaar. Wat erin zit is geheim. Nu puzzelt hij op een verjaardagsrijm. Hij oefent hippiepoera langs al zijn leven. Maar hé, wat ligt daar? Wat gaan we nu beleven? Wat ruimt er op stoep? Nou, en zo gaat het in het hele boek. Elke keer komen er andere woorden die op een ander woord rijmen. Maar net even anders. Ik heb een paar woorden opgeschreven. Eens kijken of jullie dat ook kunnen. Kijk. Wat ruimt er op stoep? Nou, ik kan het niet horen. Wat ruimt er op stoep? Wat ruimt er op vies? Nou, wat ruimt er op vies? En wat ruimt er dan op rol? En wat ruimt er dan op rond? Nou, waar die woorden op rijmen, dan kun je dat allemaal vinden in dit boek. Wat ruimt op stoep? En dan kun je lekker de komende week op school of op de bibliotheek of thuis eens rustig proberen om te kijken of jij de goede rijmwoorden kunt raden. Of een ander woord. Nou, ik zeg succes!